Afgelopen weekend won de A1 van PSV voor de beker met 3-2 van Willem II RKC. In de competitie starten de talenten ook al voortvarend door met 2-0 uit bij Utrecht te winnen. Een beloftevol team met een mix van talenten. En een heel erg drang om zichzelf te willen bewijzen en als team te presteren. Ik ben Toufan Özbozkurt, 18 jaar. Ik ben een verdediger en mijn sterkste punt is mijn aanvallende kwaliteit. Mijn naam is Menno Koch, 17 jaar, verdediger. En mijn grootste kwaliteit is 1-op-1 duels. Ik ben Thomas Horst, ik ben 17 jaar. Ik ben middenvelder en mijn grootste kwaliteit is loopvermogen. Ik ben Erik Verstappen, 17 jaar. Ik ben keeper en mijn grootste kwaliteit is ballen tegenhouden. Ik ben Burak Kardeş, 17 jaar, verdediger. Grootste kwaliteit, afpakken. Na die succesvolle start op vaderlandse bodem, met onder andere een tweede plaats tijdens de Otter Cup, gaat de A1 internationaal. Voor het eerst dit jaar worden de Next Gen Series georganiseerd. Een Europees toernooi met een groot aantal topploegen. Eigenlijk een soort kleine Champions League, waarbij we verwachten dat er op hoog niveau gespeeld wordt. En daarom is het voor ons echt een van meerwaarde om deel te nemen aan dit toernooi. Als je kijkt nu naar onze leeftijdscategorie, dan praat je over de belofte. En dan zeg maar de A1 elftal en ook nog spelers uit de B1 uiteraard. Ik ben Farshad Noor, 16 jaar, middenvelder en ik ben multifunctioneel inzetbaar. Ik ben Elf van Overbeek, ik ben 17 jaar, ik ben een aanvaller en mijn grootste kwaliteit is snelheid. Ik ben Moussa Sano, 16 jaar, aanvaller. Mijn grootste kwaliteiten zijn snelheid en 1-op-1. Mijn naam is Jort Hendricks, ik ben 16 jaar, ik ben verdediger en mijn grootste kwaliteit is mijn speloverzicht. Ik ben Joshua Brenet, 17 jaar oud, verdediger en mijn grootste kwaliteit is opkomen. Kijk, de competitie in Nederland is natuurlijk van hoog niveau. Het gaat er ook om dat je internationaal die ervaring opdoet. En daar word je alleen maar beter en sterker van. We gaan straks 3 dagen op pad met elkaar. Je leert nu ook in een ritme te komen van het weekend spelen, door de week spelen met de reizen erbij. En dat is voor de jongens ook een nieuwe ervaring. Mijn naam is Wout Zomer, ik ben 17 jaar, ik ben verdediger en mijn specialiteit is opkomen aan de linkerkant. Ik ben Anthony van der Hurk, 18 jaar, aanvaller van PSV. Mijn grootste kwaliteit is doelpunt te maken. Ik ben samen met Tanane, ik ben 17 jaar. Ik ben een middenvelder en heb een goed schot. Ik ben Geraldo Alberto Antonio, ik ben 17 jaar, ik ben een aanvaller en mijn kwaliteiten zijn mijn snelheid en acties maken. Natuurlijk een geweldige Otter Cup nu net achter de rug met een geweldig deelnemersveld. Nou, hier met Inter Milaan, met Basel, Tottenham Hotspur in de groepsfase zijn het ook weer wedstrijden waar gewoon weer wat extra druk op komt te staan. En deze pool zijn de tegenstanders mij op dit moment vreemd en dat is voor mij ook wel een uitdaging. Ik ben Mohamed Rey, ik ben 17 jaar, ik ben middenvelder. En mijn kwaliteit is techniek. Ik ben Jordi de Wijs, ben 16 jaar, ben verdediger en mijn grootste kwaliteit is mijn linkerbeen. Mijn naam is Alexander Jacobsen, I'm 17 years old, midfielder en mijn specialty is mijn techniek. Ik ben Jesse Bertrams, ik ben 16 jaar, ik ben keeper, mijn beste kwaliteit is mijn vangtechniek. Ik voel dat dit al een voorportaal is straks voor het eerste elftal. En in dat voorportaal begint PSV dus op woensdagavond met een wedstrijd in Zwitserland tegen Basel. Hierna volgen de Italiaanse leeftijdsgenoten van Inter in Milaan. Een dubbele ontmoeting met de Spurs, opnieuw Basel, maar nu thuis. De laatste wedstrijd is thuis tegen Inter Milaan, waarna PSV zich geplaatst hoopt te hebben voor de kwartfinales van de Next Gen Series in het voorjaar van 2012.